En ja, ik ben denk ik een van de weinigen, zeker de enige ter wereld die deze verzameling heeft op deze wijze. Ik ben dan Richard, ik ben Richard Portsmaan. Inmiddels 25 jaar denk ik verzamelaar van koelkastemblemen. En ik begon bij mijn vader in de winkel. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot iets heel groots. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het heb mogen laten zien aan het grotere publiek. Ja, ik vond een embleem aan een oude koelkast en die wordt normaal gerecycled. Vroeger kon je dat nog naar de ijzerboer brengen. Tegenwoordig moet het allemaal gerecycled worden en ik vond het een mooi embleem. Een mooi embleem dat eraf gezaagd met een handzaag. Dus een paar krassen op de deur. Maar ja, het bleek dat mijn vader die koelkast nog tweedehands had willen verkopen. Dus ja, die was not amused, zo te zeggen. En ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. En van kwaad tot erger en op Facebookpagina's en contacten over de hele wereld. Ja, Australië, Rusland, Brazilië, Argentinië, Canada, Amerika, Italië, Duitsland had ik ze weg. Nou, eigenlijk elk land bijna ter wereld heeft wel iets. Ja, ik denk de mooie zoals ik ze hier heb, zeg maar, daar zit ik tegen de duizenden aan. En als ik kijk naar alles, ook van de jaren 70, 80, het is plastic. En de goedkopere stikkertjes en plakketjes, dan kom ik ruim tot, ik denk 3000. Ja, nou ja, goed, een aantal deuren in huis. De mooie, de fantastische, de exclusieve enzovoort hangen thuis. En 3 in de trapopgang, eentje in de woonkamer. Tja, het blijft toch leuk om naar te kijken. En ik heb dan 4 deuren in de garage. Wat is de mooiste? Daar is geen antwoord op te geven. Want het ene moment is die het mooiste, maar het verhaal niet echt mooi. En die andere keer is het verhaal heel mooi. En maakt het embleem, zeg maar, wat spannender en nog mooier. Van welke droom ik? Dat is een Russisch embleem. Saratov. Heel oud, mooi, Kyrillisch schrift. Kyrillisch is het volgens mij. Een Russisch schrift dan. En die staat er heel lang op mijn verlanglijst. Je kunt er wel geld in kwijt, maar goed, ik rook niet, ik drink niet. Dus ja, dan is dit toch een goed alternatief, denk ik.